Erik Neeskens, directeur van ProWise. Jullie hebben echt een enorme groei doorgemaakt. Hè? Was het nou een kwestie van op de juiste plek, op het juiste moment, op de juiste tijd aanwezig zijn? Of ging het verder? Het is wel een combinatie, ja. Het is zeker, we zijn als eerste op de markt gekomen. Goed geluisterd naar de klanten, wat die eigenlijk wilden hebben. Eigenlijk problemen opgelost, er waren best veel problemen in die scholen. Als je dan echt met ze aan de slag gaat en ze helpt met een oplossing. Ja, dan kan het wel eens heel snel gaan. Ja, het krijtbord is verdwenen. Is dat goed? Ja, dus als kinderen thuis op een iPad en op een computer zitten spelen, dan denk ik dat het ook in de school gebracht moet worden. Je kunt niet in de school een heel andere situatie creëren dan dat er thuis is. Nee. En die er later in het werk is. Maar aan de andere kant denk ik dan, ik ben ook een moeder. Mijn kind wil het liefst de hele dag al op zo'n tablet lopen glooien. En dat hou je tegen? Nou, ik hou het niet tegen, maar ik geef er wel een limiet aan. En vervolgens gaan ze naar school en gaan ze daar braaf verder door. Ja, is het dan goed? Gaat dit niet ten koste van fijne motoriek, van het schrijven, het handschrift? Vraag je dat mij? Ja, Erik. Kijk, ik ben misschien een beetje gekleurd, maar wij hebben inderdaad ook testen met kleuterscholen. En het is fantastisch om te zien hoe die kinderen daarmee bezig zijn. Maar je moet het wel, je bent het wel mee eens, je moet het wel reguleren. Ja. En het is fijner om naar de dierentuin te gaan dan een olifant op een tv'tje te zien. Of een touchscreen. Dat is natuurlijk altijd zo, dus dat blijft altijd bestaan. Maar het raakt het kinderen wel. Veel mensen zijn visueel ingesteld. En dan is dit natuurlijk heel mooi. Maar is het noodzaak om de kinderen zo te stimuleren? Ik denk het wel. Zeker, die draaien daarna mee in een maatschappij waarin alles op deze manier geautomatiseerd is. Ja, jij bent een grote voorstander, hè? Zeker, maar ik vind ook wel dat de waarde van het oude behouden moet blijven. Er zit natuurlijk heel veel waarde in de directe omgang van kinderen met elkaar, in het samen ergens naartoe gaan, in het samen liedjes zingen. Dus het is niet alleen maar dit, maar het is wel een heel belangrijk onderdeel van de maatschappij en dat kun je niet bij kinderen weghouden. Maar is het nou met name spelenderwijs wat ze aan doen of zijn het ook echt de doelstellingen, leerdoelstellingen die erin zitten? Wat je eigenlijk ziet is, ons pakket is ondersteunt de leerkracht in vele facetten. Vaak gebruiken ze beide methoden, maar het kan ook de methode vervangen. En een leerkracht, die gaan we een stukje ontzorgen. Want je hoeft hier niet veel kennis voor te hebben om dit te kunnen gebruiken. Het werkt altijd. Je kunt lessen, content heel makkelijk met elkaar delen in de cloud, op internet, zeg maar. Dus alle leraren kunnen hun lessen daarop plaatsen? Precies. En een leerkracht heeft altijd zijn eigen omgeving. Of die nu thuis is, of op school, of op een andere school. We hadden het net over meerdere banen. Maar leerkrachten geven ook lessen op andere scholen. Die hebben altijd een eigen omgeving die ze kunnen benaderen en daar hun ding kunnen doen. Maar wordt het veel gedeeld met elkaar? Zijn er leraren die zeggen, vandaag pak je eens even, ik had zo'n leuke les, pak jij die maar eens? Ja, daar ligt een taak ook voor ons en ik denk voor het hele onderwijs. Delen van kennis is natuurlijk voor een onderwijzer wat die dagelijks doet. En waarom zou die op moeten houden? Hij kan ook kennis delen met een collega. Mm-hmm. En dat stimuleren wij. En ik moet zeggen, tot voor kort, voordat wij er waren, werd er altijd beweerd van er wordt niet gedeeld. Maar wij zien nu dat er zijn bijna, we gaan denk ik rond de 500.000 lessen die opgeslaan zijn in die cloud. Dus en dat hebben zo ongeveer 150.000 leerkrachten gedaan. Wauw. Dus dat is best veel. Ja. Dat is nog niet allemaal in de community, want je kunt binnen het systeem kun je opslaan voor jezelf. Ja. Of je deelt het met de collega's op je school of op bestuursniveau. Of voor de hele community. En de laatste zou je willen stimuleren natuurlijk. Tuurlijk. Het delen van gegevens, dat is met gezondheid denk ik ook een issue. En met kinderen natuurlijk zeker ook een issue. Onze kinderen gaan naar een school. Die kinderen die staan natuurlijk met naam en toenaam. Die gaan alles in die computer zetten. Hoe wordt mijn kind beschermd? Ja. Even buiten wet en regelgeving, niet rust en alles wat er is. Ja, dat is best een lastige vraag om dat snel even uit te leggen. De gegevens die in het systeem staan, zijn lessen. Dat zijn geen cijfers. Nee. Het zijn geen persoonlijke dingen. Nee, het zijn geen persoonlijke dingen. Maar dan nog vinden wij dat het heel belangrijk is om aan alle wetgeving te voldoen. En wij hebben dan de zwaarste normen. Kijk, bijvoorbeeld in Google en Facebook zie je het ook wel ooit. Mm-hmm. Ja, dan zet je daar iets neer en dan is het in één keer van een ander. Ja. Dat zul je bij ons niet aan. Oké, ik wil nog heel graag even naar Zuid-Afrika. Ik heb twee prachtige foto's. Dit is een mobiel leslokaal. Daar zijn jullie mee bezig, met andere partijen. Ja.
Wat zijn jullie precies aan het doen? Ik zal ook even die blije kinderen, want het is wel heel leuk. Ja, hartstikke wel. Ja, dit is heel leuk. Dit is een van de eerste pilots die we uit hebben gevoerd samen met een partner. Mm-hmm. Je ziet hier een container en in die container hangt dan een touchscreen met allerlei devices als tablets. Die kunnen met elkaar communiceren en dat wordt allemaal via de zon gevoed. Volgens mij is vorige uitzending ook twee jongens geweest die erover hebben gepraat. Dit vinden we al eigenlijk achterhaald, want de nieuwe opzet is meer dat je utiliteitsbouw krijgt. Dat je mensen niet in een container zet, maar echt een mooi dorp maakt. Mm-hmm. En dat doe je dan ook samen met die mensen. Dus leefomstandigheden worden beter. Je creëert als het ware een werkstageplek voor die mensen, want je gaat het samen realiseren. En daar wordt dan ook nog heel mooi onderwijs gegeven. Wow. En Intel is daar ook bij betrokken en die zorgen dan voor het internet. En, okay. Dus een heel mooi project.